Zijn jullie nog wakker, heren? Ik zeg net, begint hij bij mij nu zeg maar redelijk leeg te raken. Ja. Nou ja, nog heel even, Raymond. Gaat lukken. En dan mag je naar bed toe. Gaat helemaal lukken. Wat is dit voor raar, joh? Is dat een goed teken als jij neuriënd achter je computer zit? Nou, het is meer van the all watching eye, Big Brother is watching you. Hallo, huh? Great place to live. Hey, hallo. We hebben nog 50 minuten. Ja. Nou, dan moeten we nog wat verzinnen om te doen, want we zijn eigenlijk al klaar. Oké. Okay. Ja, ik ga heel vaak op mijn bek heen lezen. Bij nieuwe garde mag dat. Ja, precies. Nee, ik vind het ook lekker. En staat op de kaart, hè? Bijna. Brainstorm sessie. Yeah. Beat the parasites and sponsor the butterflies. Daar zijn we nu. Oké. Jullie gaan gewoon jullie eigen creatieve sessie houden. Ja, we zijn zo geïnspireerd bezig, maar dat moet nog even aangeschoven zijn. Okay. Vrolijk meedoen in dit late tijdstip. Ja. Wat heb je voor een mooi inspiratieboekje daar? Ja, het is een prachtig. In Afrika hou ik dat soort dingen altijd een beetje bij. Want als je geen stroom hebt, dan ga je vanzelf weer schrijven en schilderen. En als de batterij van de laptop leeg is, dan gaan we terug naar de oude vertrouwde Moleskins. Dat is prachtig. Ja, er staan ook erg mooie dingen in. Een tekening, maar ook echt een tastbaar product. Bijvoorbeeld het fysiek rondlopen in de wereld. Of het proces van het maken van een schilderij. Dat is meer echt een tastbaar product. Chris, hoe ging het vanavond? Ja, het ging goed. En wederom toch weer een soort bevestiging van als je verschillende disciplines met elkaar combineert en je praat met elkaar, dat je toch heel snel tot een heel gaaf, concreet resultaat kan komen. En we zijn de resultaten nu aan het samenvoegen. En dat wordt denk ik een heel goed verhaal. Het is heel tevreden. Het is bijna zover. We gaan bijna aftellen richting 2 uur. Oeh, spannend. Ja. Ben je nog wakker? Ja, ik ben nog wakker. Ja. Ben je nog wakker? Hoe gaat het? Ja, het begint nou een beetje te spannen. Hè. Nog een uurtje en dan gaan we het presenteren. Ja, nou het is eigenlijk 3 kwartier. Oké. Okay. 3 kwartier. Ja, maar we zijn niet als eerste aan de beurt, dus dat geeft ons een kwartier. Echt. Nee, want 2 uur is het gewoon, gaan alle stekkers eruit. En dan is het echt ouderwets presenteren. Ja, huh? Nou goed. Maar dat wat vond je dan van 8 uur overwerken zo van? Intens. Intens. Normaal gesproken is mijn deadline iets ruimer. Maar, is het leuk? Ja. Ja, zeker. Ja. Creatief. On the spot. Geen tijd om lang over dingen na te denken. Dus je gaat er gewoon voor. En zien we vanzelf wel. Geen tijd voor ego's, maar gewoon gaan. Okay. Kun je nou dit principe van 8 uur overwerken, van zomaar 5 teams van verschillende mensen bij elkaar zitten, kun je daar nog meer leuke dingen mee doen? Ik denk het zeker. Heel sterk concept om in een hele korte tijd met een open view naar een vraagstuk te kijken. Een hele korte tijd tot concrete oplossingsrichtingen te komen en dan daar nog een soort concretiseringsslag te hebben. Met name dat laatste vind ik ook heel mooi. Dus je komt uiteindelijk met hele concrete oplossingen voor vraagstukken. In een hele korte tijd. Nou, laten we dan eens nadenken hoe we het breder kunnen trekken. Voordat het volgend jaar weer 8 uur overwerken is, we dit nog eens een keer op een andere manier kunnen inzetten. Want volgens mij vinden de creatieven het namelijk wel allemaal hartstikke leuk. Volgens mij ook. Goed idee.